Nog één dag carnaval en dan begint het normale leven weer. In Kruikenstad wilden ze daar dinsdagmiddag nog niet aan denken. Daar trok traditiegetrouw de kenderstoet door de binnenstad. En ook in Krabbegat was er volop leut. Dames, hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja. Wat voor outfit hebben jullie? Nou, eigenlijk hebben we een soort beetje, dan vragen we aan de mensen of ze ons op een rijtje willen zetten en op de goede plek. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja. Jullie zijn altijd aan, word je niet dol van heel alle draaien? Nee. Nee? Nee, echt niet. Nee, oké. Nou, draai nog maar een rondje dan. Een beetje naar jullie zin? Ja. Echt vrolijk, kijken jullie niet? Ja, we... Maar jullie zijn natuurlijk gevangen. Ja. Ja. Jij loopt nog aardig vief voor een ander. Ja. Heb je het een beetje naar je zin? Ja. Ja, hoogheid, wat vindt u ervan? Ja, het is zonnig weer. De kinderen genieten. En ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben ze vaak slecht weer gehad en kou gehad. En moest kijken wat voor weer het nu is. Dus iedereen is vrolijk en vriendelijk. Ja, dit is natuurlijk fantastisch voor die kinderen. Nou, zie ik toch een paar slogans bij de kinderen en teksten. Ja. Zitten er hele originele tussen? Nou ja, het staat ook een beetje aan. Wat net zei bijvoorbeeld van Zoek Sorrow. Hè, dat heeft alweer te maken met al die programma's op televisie. Ja, en er zijn allerlei pakkende teksten gewoon. En meetellen en een stintje bijdragen. Dus zijn allemaal ook kinderlijke dingen die ze proberen om te zetten en uit te beelden hier. Ook de optocht in Bergen-op-Zoom is een van de hekkensluiters. De laatste dag carnaval alweer, vind je het niet jammer? Ja. Ja, jammer hè? Weer een jaartje wachten. Elk jaar is dat jammer. Je leeft er helemaal naartoe, heel jaar, en dan is het er zo voorbij. Tradities zijn er om te behouden en voor zover ik weet is het altijd op de laatste dag, dus gewoon op de dinsdag. Leuk, dat is een mooie afsluiting hè? Van heel het carnavalsgedoe gebeuren. En dat begint bij ons al 3 weken geleden. Dus, Dat hoorde ik net ook al, hoezo 3 weken geleden, wat gebeurt er dan hier? Dan is het officieel het start van de vastenavond en dan gaat het voor ons beginnen. En dan is het eigenlijk nog met Bergenaren onder elkaar. En vind je het een beetje jammer dat het einde nabij is? Altijd. En wat ga je daarna weer doen? Want je hebt nog vakantie, denk ik. Ja. Ga je nog een beetje na carnavallen? Ja. Eerst morgen nog even as woensdag, kruisje halen. En dan gaan we donderdag weer beginnen.